Ja, Willem, een ronde verder. Ja, mooi toch? Ja, lekker. Ik word terecht. We winnen blijft mij hoe de wedstrijd hier het voorangang, hoe we zelf in de wedstrijd zitten. Dat we beter spelen als thuis. Dat we iets verder aan de bal winnen. Eigenlijk weg kansen creëren en dan weer dat op 1-0 achterkomt. Maar dat uiteindelijk wordt de hele wedstrijd geloof als team zijnde. En dat het dan staat in en dat is dan een doelpunt maken, dat is dan een doelpunt gelijk maken. En dat het dan uiteindelijk als maar de penalty dat is het winst, ja, is fantastisch. Ja, want het was het eerste helft weer een schaakspel met twee grote kansen van hem. En na rust kom je hem net sterk uit de kleedkamer. Nou, we hebben inderdaad het plan wat we eigenlijk hier hebben gewoon wel hetzelfde houden wat het weer. Vervolgens een shot van oké, geduld houden en de momenten komen vanzelf wel. En uiteindelijk is het moment wel van Bloe gewoon rustig aan de bal, Bloe gewoon in positie voetballen. En uiteindelijk is gewoon dat die fase gewoon kansen creëert. En dat die kansen gewoon creëert, dan mag eigenlijk gewoon scoren. Dat kopbal van Stefan en dat moment die dubbele kans van Thomas en van Joris. En dat is gewoon zonde, want eigenlijk mag die fase gewoon benutten, want dan kan ze wat meer in die kracht komen. En dat gebeurt er net. Nijrust weet uiteindelijk van, komt er een situatie dat we eigenlijk vrij snel gewoon, ik denk binnen een minuut eigenlijk op achterstand komen. Ja, en dus dan is het gewoon een verhaal van, er was wij in de achtervolging. En dan viel het zo van, we hadden mogelijkheid gewonnen en we scoren net. En een volwassen ploeg zoals Tedoko, ja, die scoort dan wel. Je zet een aantal wissels in, wat is de gedachte daarachter? Ik om frisse vierten, je had 90 minuten hebben wij spelen, dat is dan nou vrij snel wemmast, dat gaat natuurlijk heel snel. Een aantal jongens jouwen dan ik wel om van dat het gewoon heel sfeer is. Ja, dan show je ik naar de bezetting op het veld, dat we denken van ja, wie moet 1-0 achter, wie moet erom naar treien spitsen, dus wie moet druk rijden. Dus wie moet gewoon ik wisselen dat we vooruit kennen. En dat gebeurt er uiteindelijk ik. Dat uiteindelijk jongens leuk besteld ben dat ze wisselen worden, maar als je maar even zien dat we het als team dwaan moeten en dat we verder komen en dat just you it, je bent in principe de hele selectie als nodig om een ronde verder te komen en als team zijn er maar je gewoon bink van de bloe en erin leeuwen bloe. Ja, want we willen een uitputtingsslag deze wedstrijd. Ja, en dan komt er zo'n verlenging achteraan. Dan wist u allemaal van dat het zwier wordt. En dan ben je jongens, die zeg ik, we hebben gewoon een van, had je hem net me kennen, jou gewoon een van, het wil niet meer, prima. Dan wisselen we weer, dan geven we gewoon terug. De penalty-serie, zie je Nigel zitten bieden? Nee, dat, ik ga net zo volle spanning altijd, daar weet ik net hoe dat kan. Maar ja, het is, we hadden er een peker op traind en de wist jongens die gewoon op zich, die hem nemen, dat hij gewoon verse trap had. Ja, dan is het correct van, waar mist hem en maken ze hem dan? Nou ja, dat gebeurt dan op dit moment. Het worden we wel wat lang. Een keer zoiets van, heel we hadden beslist, we mochten dat wel. Maar dat gewoon rustig bloeien. En vertrouwen in de jongens die ze nemen en in je keeper. Nou ja, die deed ik goed. Bracht de spelers in twijfeling en daarom missen hun ik. De volgende ronde zien Excelsior maar Sluis. Wat verwachten ze van die ploeg? Ja, ik ken die ploeg net. Het werd gewoon beelden weer opvragen en dan analyseren. En dan showen we het wel. Eerst men je gewoon weer trainen. De boel goed uitrennen. Iedereen weer fit krijgen. Nou ja, dan geven we op nee. In die zin van een stunt, hun matten, tenminste dat denk ik, wie mij. Dus we kunnen wat ontspannender die wedstrijd overvliegen. Ja, en dan ben ik op zich wel trots dat ik dan naar uw club als Harkmaarse boys zijn in de thuiswedstrijd steeds te doken in wat voor ambiance dat we dan voetballen. En dat je hier dan, hier in Hoornaar op dit sportpark zit en mij, in de nacompetitie met weinig publiek. Dus dat hoop ik dan oorwege zaterdag dat we een goede uitgangspositie creëren en dat we dan met een volle bosk gewoon weer knallen kennen. En dan met je club zijn een mooie pakket komen reclame voor het voetbal. Lok wensken. Dankjewel, Martin.